Klaar? Ja. Beginnen maar! Hoi! Ik ga vandaag iets anders doen. Ik ga namelijk niet laten zien hoe je iets lekkers kan bakken. Zoals een taart of brownies of blondies, want die heb ik allemaal al gemaakt. Maar we gaan een salade maken. Dit is een super lekkere salade en hij is lekker makkelijk om te maken. Het grootste gedeelte wat je moet doen is gewoon alles in de oven en dan ben je klaar. Het hoofdingrediënt van deze salade is linzen, want die vullen lekker en geven een nice bite. Volgens mij zijn ze ook nog heel gezond, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik heb hiervoor bruine en groene linzen gebruikt, omdat ik toevallig van allebei nog een beetje over had. Dat maakt dan ook niet heel veel uit voor welke je kiest, maar ik zou niet voor rode linzen gaan, omdat die vrij snel kapot koken. Dus het is goed om voor de wat stevigere linzen te gaan. Als groentes heb ik gebruik gemaakt van broccoli en een puntpaprika. Er zitten ook vrij veel cherry tomaatjes in en die rooster ik mee, omdat die dan een beetje zo'n zoetige nasmaak krijgen. En dat is gewoon echt heel erg lekker. Je zult zo zien dat er een heleboel knoflook in gaat. Dat lijkt heel veel, maar door het grillen van de knoflook raak je dat echte scherpe wat knoflook normaal heeft kwijt. En blijf je alleen nog maar dat zachte, zoetige, warme knoflookgevoel. de warme knoflook overhouden. En dat is erg lekker als smaakmaker in een dressing. Ik serveer de salade op een bedje van rucola. Je kan hier ook babyspinazie voor nemen. Maar ik vind juist die smaak van rucola wel erg goed werken met de rest van de salade. Een van de makkelijke dingen aan deze salade is dat hij best wel vergevingsgezind is. Je kan bijvoorbeeld als je geen broccoli in huis hebt ook ervoor kiezen om een andere groente te gebruiken. Let er wel op dat ik speciaal voor broccoli heb gekozen omdat ik die textuur erg lekker vind als het gebakken is. Dus als je bijvoorbeeld voor courgette kiest moet je het misschien iets langer bakken om hem ook een beetje een bite te geven. Dit is een ideale salade om mee te nemen als je gaat picknicken omdat die koud ook erg lekker is. Maar hij is eigenlijk bedoeld als lauwwarme maaltijdsalade. Je kunt hem dan maken voor lunch of bijvoorbeeld als avondeten. Hij vult erg goed door de linzen en door de hoeveelheid groente die erin zit. Dus hij is voor allebei heel erg goed. En hij is erg lekker van smaak, waar ik hem niet snel als bijgerecht zou gebruiken. Omdat hij dan misschien wat overheerst. Nou, laten we aan de slag gaan. De ingrediënten voor de salade zijn 1 puntpaprika, broccoli, een paar handjes vol rucola, cherry tomaatjes. Ik heb ze het liefst aan een trosje, want dat bakt wat makkelijker. En het ziet er stiekem wat leuker uit. 2 rode uien, een heleboel knoflook en 2 citroenen. Daarnaast heb je nog nodig wat groentebouillon, de linzen natuurlijk, wat chiliflakes, agavesiroop en natuurlijk wat zout, peper en olijfolie om alles op smaak te kunnen maken. Verwarm je oven voor op 200 graden. Breng een pannetje water aan de kook. Zo'n klein steelpannetje is waarschijnlijk groot genoeg. Doe hier de groentebouillon bij en kook hier vervolgens de linzen in. Doordat je de linzen in de bouillon kookt, worden ze extra op smaak gebracht. Omdat het al vrij zout is, hoef je verder geen zout of zo toe te voegen. Giet de linzen af zodra ze gaar zijn. Het wisselt heel erg per soort hoe lang dit kan duren. Check dus vooraf even je verpakking en hou ze in de gaten. Ze moeten namelijk wel een beetje een bite behouden. Doe de tomaatjes in hun geheel in de ovenschaal. Je hoeft ze niet in stukjes te snijden. Snijd de rode uien in dunne ringen en doe ook deze in de schaal. Pak je bol knoflook in wat aluminiumfolie. Hier wordt hij in gegaard, dus het is belangrijk dat je de bovenkant even goed dichtknijpt. Zet het in de ovenschaal erbij. Giet vervolgens wat olie over de uien en tomaatjes en maak het af met wat zout en peper naar smaak. Pak een tweede, iets grotere ovenschaal. Snijd de paprika in stukjes en doe dit in de schaal. Doe hier ook de broccoli bij. Ook hier giet je wat olijfolie overheen en breng je dit op smaak met wat chiliflakes en zout. Schuif beide ovenschalen in een voorverwarmde oven en bak in 40 minuten af op 200 graden. Het is goed om tussendoor even te checken en misschien je uien en paprika om te scheppen zodat het evenredig bakt en niet aan kan branden. Pak de knoflook uit de schaal en pak hem uit. Een kleine tip, het kan vrij warm zijn. Als je hem dus net uit het folie hebt gehaald, kan het geen kwaad om hem even rustig af te laten koelen voordat je je vingers verbrandt. Je zult zien dat de knoflook door dat stomen in de folie erg zacht is geworden. En dat is precies waar we naar op zoek zijn. Mocht het nog te hard zijn, pak hem dan ook nog even in en laat hem nog wat langer garen. Verwijder de velletjes en plet de knoflooktenen fijn op een snijplank.
Pak een kommetje of glas om de dressing in te maken. Doe hier de knoflookpuree in. Pers hier 2 citroenen in uit. Ik doe met de laatste helft altijd wat voorzichtig en bewaar hem om de dressing op het laatste nog wat zuurder te maken als dat nodig is. Voeg hier ongeveer een eetlepel agavesiroop aan toe. Maak in een grote schaal de salade af. Doe eerst de rucola, dan de linzen en vervolgens de gegrilde groenten hierin. Eindig met wat verse granaatappelpitjes, de dressing en een klein beetje olijfolie. Deze salade is genoeg voor 2 personen als maaltijdsalade en dan is die wel op. Maar ik maak hem ook vaak voor lunch en dan eet ik er eigenlijk 2 dagen van. De 2e dag doe ik er nog wat extra rucola bij voor de versheid en die extra crunch die het dan geeft. Je zou ook nog wat extra verse tomaatjes kunnen toevoegen door deze gewoon in stukjes te snijden. Ze hoeven niet per se gegrild te worden, mocht je niet zo heel veel meer over hebben. Omdat je de eerste keer er zo lekker veel van genoten hebt. Je kan deze salade op zich makkelijk een dagje van tevoren maken, maar zorg er dan wel voor dat je het niet al in elkaar zet, zeg maar. Want dan wordt het een beetje een natte bende. Dus hou de gegrilde groenten nog apart, hou de linzen apart. Doe het pas op het laatste moment als je de salade gaat serveren of opeten bij elkaar. Nou, jullie weten allemaal wel wat er nu komen gaat. Like en subscribe. Druk op het belletje als je niks wil missen, want er komen nog veel meer lekkere recepten aan. Oh, en nog 1 ding. Als je het recept uitgeschreven wil zien, kan het natuurlijk. Zoals jullie gewend zijn, staat de link naar mijn blog in de description waar het hele recept staat. Doei! Tot de volgende video! Nee, dat is heel dom. Doei! Dag! Tot later!